De brandweer van Wageningen doet er alles aan om de situatie rond de rookontwikkeling in het gebied onder controle te krijgen. Onze redactie bracht een bezoek aan de brandweer van Wageningen. Volgens wachtcommandant Clint Radi kreeg de brandweer ondersteuning van de plaatselijke gemeenschap om te proberen de rookontwikkeling onder controle te krijgen. Radi geeft aan dat er alles aan gedaan is om ervoor te zorgen dat de gemeenschap niet te veel last ondervindt van de rook. Het zijn wat kleine brandhaarden die ietsje verder in het bos liggen en toegang daarnaartoe is heel moeilijk. We moesten zelf eigen lijnen kappen om dan die brandhaarden te bereiken. Dat hebben we de afgelopen 2-3 dagen gedaan. Maar het is nog niet af. Er zijn nog wat brandhaarden die verder is. En hebben we al gemonitord de afgelopen dagen. Dus de komende 2 dagen die wat komt, proberen we dan zeg maar die haarden te bereiken. Zodat de rookontwikkeling binnen de samenleving hier Wageningen zo'n beetje dan onder controle kan krijgen. Maar tot zover lukt het wel. Is net wat ik daar net zei, grotendeels vanuit GO naar richting Pomgemaal is bijkans onder controle. We zijn nu richting Pomgemaal. Daar zit het een beetje moeilijk vanwege de omstandigheden daar in het bos zelf. Want de grote machines zijn niet daar geweest. Dus wij moesten zelf lijnen kappen om dan af te leggen. En het heeft wel werk gevraagd om te doen. Radi zegt verder dat ondanks iedereen moeite heeft gedaan om de situatie ten goede te keren, ook met hulp van het NCCR, zij nog steeds niet erin geslaagd is om de rookontwikkeling te helpen verminderen. Bijkans 4 weken zijn brandweer, samenleving en het NCCR aansluitend bezig geweest met dit probleem. Dus we zijn mensen, dus ik moet ze zeker een break geven. Break heb je nodig om weer dan terug op het veld te gaan en het werk dan te klaren. En dat hebben de heren gedaan. Petje af voor de jongens, dat mag ik zeggen. Ze hebben hard hun best gedaan tot zover. Maar we zijn nog bezig. We zijn nog bezig. Dus we kijken de komende dagen nog hoe lang we daar het lastentraject gaan klaren. Dus hopelijk zo gauw mogelijk. Want het is veel werk en ik was king. Nou, er zijn ook andere actoren dan zeg maar ministeries die ook hun bijdrage leveren. Dat mag ik ook zeggen. Mensen van de RO die boten daar hebben zeg maar gezet om dan makkelijker de plaatsen te bereiken via het water. En ook tractoren om onze materieel te vervoeren naar plaats van bestemming. Dus voor hun ook een petje af voor ze. Tot de dag van vandaag zijn ze ook nog bezig met ons samen het werk te klaren. En ik stel het zeer op prijs met hun ondersteuning. Dus tot zover lukt het wel, een goede samenwerking. Dus hopelijk dat tot het eind het zo mag blijven. Daar denk ik dat het een goede einde kan zijn. De brandweer merkt weliswaar een klein verschil in de last die de gemeenschap van de rook ondervindt, maar zijn nog niet waar zij willen zijn.